Mijn moeder, die in de oorlog is omgekomen, stamde uit Den Haag. Tsipora Ganna van Gelder. Zij was een dochter van opperrabijn Isaac van Gelder, waar ik naar genoemd ben. Hij was geboren in Leeuwarden. Zijn vader, Josso van Gelder, woonde in Leeuwarden, maar wat ik begrepen heb, kwam hij oorspronkelijk hier uit Hinderlopen. Dan gaan we weer een generatie terug. De vader van de heer Jozef, die heette ook weer Isaac Yitzchak. Dus zijn kleinzoon heette Yitzchak. En daar de kleinzoon van, dat ben ik, heette weer opnieuw Yitzchak. Daar de vader van heette Jozef. Jozef. En ik had een oom, broer van mijn moeder, rabbijn in Utrecht, Jozef van Gelder. Daar de vader weer van, dat was David. En ik heb een zoon, die heet David. En onlangs is dus bekend geworden dat er nog een generatie eerder is. Want dat ontgaat mij even wat de naam was. Aaron. 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 En mijn broer, mijn tweelingbroer heet Aaron. Dus je ziet al die namen hier terugkomen. En dus als ik dan vandaag, denkend aan wat morgen in de synagoge gelezen wordt, dat woord Arisotigem, en dat dat betekenis heeft van de wieg. Ja. En dus van moederszijde stamt dus ons, heeft onze wieg gestaan hier in Hinderlopen. En dat dat zo prachtig vandaag bij elkaar komt, dat is heel bijzonder. Ik ben, dat begrijpt u uit mijn woorden ook wel, en ook de emotie waarmee ik dat mag zeggen, dat ik heel dankbaar ben, ook voor deze plechtigheid. Jij heel erg hard bedankt daarvoor en de andere initiatiefnemers. En ik zou het zo willen zeggen, ik heb de herinneringen, wat mij verteld is over hier, over Hinderlopen, dan kunnen we zeggen dat de Joden zich hier altijd heel thuis hebben gevoeld. Ja. Heel thuis hebben gevoeld. En ik denk in dit geval ook aan Joden die hier in de oorlog ondergedoken gezeten hebben. En dat heeft men zeker in het dorp geweten. Niemand heeft dat verraden. Al die mensen hebben, godzijdank, de oorlog overleefd. We hebben ons dus altijd hier heel thuis gevoeld. En ja, dat vind je dan terug in de naam Jodenheim. Ja. Heim, het huis van Joden. Dank u voor uw aandacht. Dat ik bij een onthulling ben, waarbij niet, ja, de gedenksteen die onthuld wordt, te maken heeft met de oorlog. Uniek, gebeurt bijna nooit. Ja, de bijeenkomst nu is feestelijk. Nou, de meeste bijeenkomsten die ik moet leiden, waar ik mag spreken, bij monumenten die onthuld worden, zijn helemaal niet feestelijk. Want herinner aan al die mensen die vermoord zijn in die afschuwelijke jaren. Daarvoor zijn we hier niet bijeen. Nee, er was hier een Joodse gemeente. En op een gegeven moment werd die dusdanig klein dat die niet meer bestaat. En toch gaan we daar aandacht aan besteden. Niks tragisch. Normaal. Mensen zijn gewoon overleden. Weet u, ik zeg wel vaak, als een dominee op een begraafplaats komt en hij ziet lege plaatsen, is hij blij. Ik huil. Want de mensen hadden zo graag normaal aan een ziekte op leeftijd willen overlijden en gewoon begraven worden in hun plaats waar ze woonden. Dat speelt hier allemaal niet op dit moment. Want Hinderlopen, in tegendeel, er woonden aan het begin van die duistere tijd helemaal geen Joden hier meer. Maar er waren wel Joden die hier gered zijn. Ondergedoken hebben gezeten, zoals er bij Forst, zoals u even al heeft vermeld. En ik denk dat het daarom van zeer groot belang is dat we bijeen zijn hier. En bij Forst memoreer zo even al de verspieders. Die verspieders die spraken kwaad over het land. En de vraag wordt gesteld, hoe kan dat nou? Zulke goede mensen die plotseling kwaad gaan spreken over het land Israël, waar ze dus niet wilden dat de mensen naartoe zouden gaan. En wat was hun reden? Zij dachten, het is beter om die woestijn te blijven. In die woestijn was alleen maar spiritualiteit. Het brood viel uit de hemel. Aardse beslommeringen waren er niet. Dat is hun fout, want je moet juist in die wereld de eeuwige dienen en niet in afzondering. Desalniettemin is afzondering
even je uit de wereld terugtrekken, ook af en toe van groot belang. Het gebed, de kerkdienst of de synagogedienst, maar ook bij een bijeenkomst zoals we hier nu samen zijn. Even stilstaan bij het feit dat hier ooit Joden hebben gewoond en dat gedurende de oorlog hier, zij hier niet meer woonden, maar er toch mensen, dankzij de hinderloopse bevolking, gered zijn. En daarna generaties hebben voortgebracht. Ik denk dat het belangrijk is om daarbij stil te staan. Bij de geredde Joden. Bij de opstelling van de bevolking hier. Die uiteraard in een klein, het is een stad, maar toch een kleine stad. Die dan... Ik geef jullie papieren. Ja, ja, dat bouwtje dat ik morgen nog even aan met een plein. Ja, ja, ja. Plein. Ja, we gaan halen dat vroegje. We hebben het waterpaal erop gehad, maar ik denk dat het hek een beetje verloopt. Ja, maar dit kan er wel. Ja, kan er wel. Maar die kroepje die denk ik nog even aan. Ja, daar zei u de omgeving wil verkennen. Maar daar valt niet veel te verkennen. Dat was de voormuur, daar de achtermuur. En hier was dan een inbouw. En volgens de gedachtekaart en ook het overleving was er dan een pad achter het huis langs. En dat konden we dan via een steeg bereiken. Als er een voordeur geweest is, ik betwijfel het, want de algemene historie is dat het achterom was. Waarom dat het achterom was? Blijft het... Dat is Duitsers. Ja, Duitsers is daar. Er komt nog aan de andere kant van binnen. Ja, ja. Dan heb je daar de arken met de Torah. Ja, ja, ja. Stond dan daar. Ja. En dan moest je aan de andere kant binnenkomen. Ja. En waarom dat het achteruit gebouwd is, waar de rode lijn. Ik zou het niet weten. Nou, dat heeft de burgemeester wel gehoord. Het is met veel minder... Als je een minderheidsgroep voelde... Dat is waarschijnlijk zo geweest, zonder dat dat tot problemen leidde trouwens. Dat doodsgezinden deden dat ook. Dat zijn zogenaamde schuilkerken. Die hadden dan 6 meter uit de rooilijn. Als een soort naar binnen gerichte beschutting. Vaak stond er ook nog eerst nog een ander huis voor, die pas later werd afgebroken. En dat kan een reden zijn. Ik heb een vermoeden dat er een soort muur voor gestaan heeft. Nou ja. Waar de vroeger zit is. Ja. Die heeft ook...